Deze uitzending is mede mogelijk gemaakt door Mekka en Medina Reizen. Uw reisbureau voor Hajj, Umrah en Al-Quds, Palestina. Voor meer informatie kijk op www.mekkamedina.nl. اخي صلاح الدين ما غنقدرش في 10 دقائق 20 نقدر نهضروا على هذا الراجل شي حاجه كبيره بزاف شي حاجه كبيره بزاف Mensen, assalamu alaikum. Welkom bij weer een nieuw item vanuit een ijskoud Rotterdam. Voordat ik begin, mijn theatershow Salah Adin in de Media is 17 februari hier in Rotterdam, Theater Zuidplein. En mijn theater, mijn documentaire van Mekka naar Marrakesh, die is 10 februari in Eindhoven. En eind februari in Barneveld. Voor kaarten kijken op www.salahadin.nl. Maar vandaag gaat het over waar wil je begraven worden. De laatste tijd zie ik dat steeds vaker Marokkaanse moslims, moslims in Nederland begraven worden en niet in Marokko. Ik ga aan de mensen vragen op straat waar zij begraven willen worden. Kijk mee. De laatste twee of drie dode gebeden die ik heb gebeden, Sarat al-Janazat, werden in Nederland begraven. Mijn vraag aan jou is, als jij komt te overlijden, wil jij dan in Nederland begraven worden of toch in Marokko? Dat is geen vraag voor mij, Marokko. Marokko? Standaard. De laatste tijd zie je dat steeds meer mensen, als ze overlijden in Nederland, dat ze dan, moslims, dat ze dan ook in Nederland worden begraven. Valt je dat op? Ja, het gebeurt ook steeds vaker, hoor. Ja? Het gebeurt tegenwoordig ook steeds vaker. Ja, man, klopt wel. Maar beter naar vaderland, toch? Marokko toch? Ja, toch, sowieso. Ik weet ook niet precies wat de reden daarvan is, ja. Maar ik zie zelf ook wel die stijging. De laatste tijd merk ik dat moslims ook in Nederland begraven worden. Zou dat voor jou een optie zijn om hier begraven te worden? Ja, dat zou een optie kunnen zijn, maar ik zou liever in mijn eigen land willen begraven worden. Je eigen land is? Turkije. Ik zelf het liefst in Medina. Zo dicht mogelijk bij de profeet, sallallahu alaihi wasallam. Dan moet je daar sterven? Ja, dan moet ik daar sterven natuurlijk. Ja, anders, ja. Maar anders in Marokko. Het liefst zou ik gewoon Marokko willen begraven worden. Ja. In Marokko natuurlijk. Ja? Ja? En waarom? Dat is toch je vaderland? Maar stel, het gaat ook natuurlijk niet om waar je wordt begraven. Of je nou in Marokko of in India wordt begraven. Ja, ja. Het gaat erom wat er daarna gebeurt. Je zou in Nederland een islamitische begraafplaats hebben. Die heb je bijvoorbeeld in Almere. Zou het voor jou een optie zijn om hier begraven te worden? Nee, man. Nee? Marokko, man. En jij? Ik ook Marokko, man. Ja, hier doen ze toch die kruisen, dat soort dingen. Maar je hebt ook islamitische begraafplaats in Nederland? Oh, ja. Nooit van gehoord. Want je hebt in Nederland heb je nu ook eeuwige grond, hè? Van moslims. Als ik mag kiezen, dan heb ik liever voordat ik in Marokko word begraven. Hoe denk je dat in de toekomst dat er steeds meer hier begraven gaan worden, denk je? Ik hoop het niet, man. Niet? Nee, man. Je hoopt wel dat we gewoon nog daar... Toch sowieso naar daar. Ja. Ja. Oldschool blijven. Oldschool, Lambert. Ik weet wel dat er nu best wel veel moslims de laatste tijd in Nederland worden begraven. Ik zie wel een trend. Klopt, ja. Dat is ook. Mijn ouders zijn hier begraven. Mijn vader is in 91 overleden. Ja. We moeten het iedere keer verlengen. Dus jullie dan, moeten jullie weer betalen dan? Weer betalen, ja. Wat kost dat? Dat is, het eerste 10 jaar was bijna 8000 euro. Ja. Voor een dubbel graf. Ja. Maar er ligt maar één persoon in. Ja. Ja. En de jaarlijkse verlenging zit rond de 180 euro. Per jaar? Per jaar. Dus jullie betalen dan voor je moeder de 180 euro? Per jaar. Maar, en voor mijn vader ook. Maar als stel voor jouw generatie komt te overlijden, moeten dan jouw kinderen dan voor jou en opa en oma betalen? Ja. Ja, klopt. Dat wordt best wel duur dan. Dat wordt een hele dure business. Ken jij Turken die in Nederland begraven zijn? Nou, ik persoonlijk niet. Geen één? Nee, geen één. Het is ook toegestaan om overal begraven te worden. De wereld is van Allah subhanahu wa ta'ala. Je hebt een islamitische begraafplaats in Almere. Oké, okay, nou, dat wist ik niet. Ja, het kan wel. Maar ik heb het liever persoonlijk zelf niet, weet je wel. Dat is mijn mening. Kijk, zie jij voordelen om in Nederland begraven te worden? Nee, man. Marokko, man. Heeft het voordelen dan om hier in Nederland begraven te worden? Ja, misschien emotioneel voor de familie, maar... Nee man, ik heb geen voordelen. Want je hebt in Almere eeuwige grond, hè? Het is gewoon gekocht. Ja, eeuwige grond. Ja, ja. Maar ik bedoel, steeds voor de mensen hier die om jou geven in Nederland, hè? Als ze je graf willen bezoeken of wat dan ook. Dan moeten ze helemaal naar Marokko als je komt te overlijden, snap je? Zo geregeld toch? Met heel de familie dan naar Marokko gaan, dat is geen probleem om een graf te bezoeken. Uiteindelijk, als ze komen, komen ze. Als ze komen, komen ze niet. Steeds voor je zegt als Turk van nee, ik wil in Nederland begraven worden, zouden ze je raar aankijken in de Turkse gemeenschap? Ja, niet echt raar aan. Je wordt niet echt raar aangekeken. Alleen mensen gaan wel kijken van... Wat kijk je wel raar aan? Waar ben je mee bezig? Als ze in Marokko zijn, dan kunnen ze mij daar komen bezoeken. En anders heb ik ook liever dat ze dua voor mij doen in hun gebed. En dan bereikt dat mij ook wel. De profeet sallallahu alaihi wasallam heeft gezegd van... Het bezoeken van graven is goed om de dood te gedenken, zeg maar. Want hij zegt ook... Ektiru min dhikri hadi min ladhat. Dus in principe dat je naar graven gaat, dat je denkt van oh, op een dag ga ik dood en dan moet ik verantwoording afleggen aan alles bij de tijd. Dat is eigenlijk de reden waarom je graven moet bezoeken.
Ja, klopt. De gemeente die verkoopt graven voor 10 of voor 20 jaar of eeuwigdurend. Maar in Almere heb je toch eeuwig grond, toch? In Almere eeuwig grond? Oh, dat is nieuw voor mij. Ja. Ik weet alleen de situatie in Utrecht. Ja. En in Utrecht moet je ook, zeker als je dood bent, moet je de nabestaanden nog diep in de buidel tasten. Die moeten een hoop geld ophoesten. Ja. Alleen maar om, anders word je opgeruimd. In Aydın, in de Turkse stad Aydın, daar liggen mijn grootopa, oma, oma, weet je wel, allemaal liggen ze zo langs elkaar. Okay, dus gewoon echt iedereen gewoon? Gewoon iedereen. Dus het is niet zo van dat als je naar een graf gaat, dat dat beter is voor die persoon, qua dua of zo? Nee, helemaal niet. Helemaal niet. Je kan gewoon thuis wat Koran reciteren of een sadaqa geven en de hasanat daarvan vragen aan Allah subhanahu wa ta'ala om die aan die desbetreffende persoon te geven. Ik ben nog 22, broer. Is nog een beetje vroeg om daarover. Kijk, de dood is gewoon, we gaan allemaal dood. Ja, dat tuurlijk. We weten ook niet wanneer. Dat is niet gegarandeerd. Daarom, broer. Ja, toch. Maar mogen Allah jou nog een gezegend leven geven? Jou ook, inshallah. Dankjewel. Assalamu alaikum.